Het Hof van Justitie heeft in verband met het jubileumjaar van de rechtspraak in Suriname het boek 155 jaar rechtspraak Suriname uitgebracht. De herdenking van de rechtspraak werd al vanaf de maand mei gevierd met verschillende activiteiten in verband met de jaardag van het Hof. Het boek bestaat uit 6 hoofdstukken en is geschreven door fotojournalist Ranu Abelak in samenwerking met verschillende rechters. Het boek biedt een chronologisch overzicht van de ontwikkelingen van de rechtspraak door de eeuwen heen, teruggaand tot het jaar 1651. Het is verrijkt met foto's die de evolutie levendig illustreren, gaf presentator Kalo Jetnanan Singh aan. Even min of meer gezegd, het boek bestaat uit 6 hoofdstukken, die heeft present gezegd. 279 pagina's, maar wat ook heel bijzonder is, en hoe kan dat anders? 500 illustraties ongeveer. Prachtige foto's en andere illustraties. Ranu is primair fotojournalist, maar wat zij hier gepresteerd heeft, natuurlijk veel meer dan dat. En ik ga misschien aan het einde, als ik tijd heb, nog een anekdote vertellen over het contact met haar, maar laten we dat even hier laten. De president zei al, het boek begint bij de vroegste geschiedenis. Het jubileumboek belicht verder de eerste stappen van de rechtspraak in Suriname, de oprichting van het Hof van Justitie in 1869, de eerste grondwet bij de onafhankelijkheid en de groeiende uitdagingen, de periode van rechtspraak zonder grondwet, de rechtspraak op weg naar vernieuwing en de zelfstandige koers van de missie. Volgens rechters Ingrid Latchisharan en Dinesh Seuratan kan dit boek door iedereen gelezen worden en kan iedereen er veel uit leren. We hebben dus een aantal activiteiten gehad de afgelopen periode, omdat mei 2024, eigenlijk 1 mei 2024, de jaardag was van het Hof. En we hebben dus gemeend om eigenlijk een heleboel activiteiten aan de gemeenschap te presenteren, zodat ze bekend worden met het Hof. We hebben bijvoorbeeld ons congres gehad. Ik denk dus dat u ook op het congres aanwezig was. We hebben onze campagne Meet the Judge, die tot nu toe gaande is op de scholen. Ook mogen scholen naar ons komen in de rechtszalen. En ze kunnen zien hoe wij ons werk doen. Maar daarnaast gaan ook onze rechters naar scholen om daar het verhaal te vertellen over de rechtspraak. Alles alleen maar om onze samenleving voldoende informatie te geven over de rechtspraak. Wij hebben het gevoel dat de samenleving te weinig betrokken is bij de rechtspraak. En dat is de reden waarom wij dichter bij de samenleving willen komen. We willen niet meer in een ivoren toren zitten. We willen echt bij de gemeenschap zijn. En het idee kwam om een gedenkboek te schrijven en daartoe heel veel onderzoek te doen. Zodat ook met name voor de juristerij, maar ook voor iedereen, goed vastgelegd is hoe de geschiedenis zich heeft ontwikkeld. Want we praten soms heel veel, de dingen komen in de kranten worden weggegooid. Dus geschiedenis gaat verloren. Maar met dit boek bewerkstelligen we dan daardoor dat de geschiedenis daardoor dan ook vastgelegd blijft, ook voor de studenten van de universiteit en voor de andere hogescholen waar er recht wordt gedoseerd, dat men ook kennis kan nemen van hoe het Hof zich heeft ontwikkeld en wat ook de voornemens zijn van het Hof voor de toekomst. President Chandrika Persat Santokhi heeft als staatshoofd het eerste exemplaar uit handen gehad van Hofpresident Iwan Rasu Baks op 30 april jongsleden. De samenstelling van het boek heeft ruim 3,5 jaar geduurd, naast onderzoek en uitschrijven, inbinden en alles eromheen, om het uiteindelijk tot een boek te maken, gaf Abelak aan. Het boek bevat 279 pagina's.